Kerenbachgar, is dat nu een, zijn dat nu 2 punten verloren of 1 gewonnen? Ja, op bepaalde momenten 2 punten verloren en op bepaalde momenten 1 punt gewonnen. Ik denk dat het langs beide kanten de overwinning, we hadden kunnen winnen, we hadden kunnen verliezen. Dus ik denk op zich dan een terechte uitslag. Het was wel een leuke wedstrijd, hè? Voor de neutrale toeschouwer, denk ik dan. Ja, voor de neutrale toeschouwer zeer zeker. Als je 6-6, 12 doelpunten, wij zijn voorgekomen, zij zijn voorgekomen en uiteindelijk 6-6. Ik denk dat de toeschouwer wel een goede wedstrijd heeft gezien. Uiteraard, als coach vind ik dat anders. Ik vind dat als we 6 doelpunten maken uit, dan moet je die wedstrijd winnen. En dat is niet. Maar ik denk dat de tegenstander, de coach, daar hetzelfde zal over denken. En ik denk, maar al bij al kan ik mij neerleggen bij het gelijkspel. Mede dankzij ook omdat we op bepaalde momenten, zoals ik heb gezegd, achter stonden. En dan hebben we nog terug kunnen knokken. Maar ik kan de jongens alleen maar feliciteren voor de mentaliteit die ze getoond hebben vandaag. Alleen spijtig natuurlijk, we hebben dit seizoen nog maar 1 keer volledig kunnen spelen, voltallig. Dus ik hoop nu dat we stelselmatig toch over de voltallige kern kunnen beschikken om echt ervoor te beginnen zorgen dat we echt op de rails geraken, zowel in het spel als in het resultaat. Maar op dit moment, ik kan mij neerleggen vandaag in Herentals met een 6-6 één punt meenemen naar Antwerpen. Ja, ik denk het ook, want als je vorig seizoen ziet, je ga je 2 keer onderuit en zwaar onderuit tegen dit Herentals. Alleen denk ik dat dit Herentals sterker is dan dat van afgelopen seizoen. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze vorig seizoen individueel sterker waren. Nu als ploeg misschien iets meer. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. Ik denk dat het heel moeilijk te vergelijken is. We zijn ook het begin van het seizoen. Dus we zullen zien op het einde van het seizoen waar ze gaan eindigen en waar wij gaan eindigen. En ik denk vorig seizoen inderdaad hebben we een mindere periode, ook 0-6 tegen Herentals. Maar uiteindelijk hebben we wel de finale gespeeld. En ik denk dat dat de betrachting moet zijn. Dat die competitie eigenlijk een lange, lange voorbereiding is. Uiteraard met zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen op die play-offs, want uiteindelijk moet je er in de play-offs staan.